In elkaar geschoven vrachtautocombinaties met daartussen geheel verpletterde personenauto's. Voorts brandende tankwagens en te hulp gesnelde ambulance- en takelauto's. Dit was het beeld enkele uren na de rampzalige kettingbotsing op de weg tussen Moerdijk en Breda, waarbij in totaal zo'n 100 auto's betrokken waren. Het ongeluk gebeurde om 6 uur in de morgen, toen de auto's, waarvan volgens ooggetuigen vooral vrachtwagens veel te hard reden, in een dichte mistbank op elkaar knalden. Het vuur van een in brand geraakte tankwagen zette ook andere auto's in brand. Verschillende chauffeurs en inzittenden die bij de botsingen gewond raakten, verbranden levend. Uit de wrakken werden in de loop van de dag 13 doden geborgen en zeker 70 gewonden. De reeks botsingen op dezelfde rijbaan was verdeeld over een tijdsperiode van ongeveer 20 minuten. Toen trok de mist op en toen ook kreeg men pas een beeld van de omvang van dit verkeersongeluk. Het grootste dat ooit op een Europese verkeersweg plaatsvond.